Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil graag beginnen met te zeggen, voorzitter, dat ik het heel erg pijnlijk vind dat we dit debat vandaag moeten voeren. Het is om te beginnen pijnlijk dat er zo'n dubbele standaard is in hoe we als gemeente omgaan met mensen aan de top versus mensen aan de basis van de organisatie. Aan de ene kant worden medewerkers van het stadsloket gedwongen te vechten voor vaste contracten. En aan de andere kant krijgen topambtenaren een gouden handdruk mee van 75.000 euro als hun contract eindigt. Ik vind het pijnlijk omdat er in deze stad steeds meer mensen op straat moeten slapen. En aan de andere kant geven we topfunctionarissen een gouden handdruk mee van 75.000 euro. Het is ook pijnlijk omdat dit college, dat democratie en communicatie en transparantie zo hoog in het vaandel heeft staan, niet in staat is gebleken helder te communiceren over dit gevoelige onderwerp. Ik vind het pijnlijk omdat met elk antwoord dit onderwerp nieuwe vragen oproept. En ook Bijeen heeft heel veel vragen. Veel daarvan zijn al gesteld en die zal ik wegens de tijd niet herhalen. Maar de allerbelangrijkste blijft toch wel. Heeft de voormalige gemeentesecretaris de uren die hij zou hebben moeten werken ook daadwerkelijk gewerkt? Kan het college dit aantonen? Zo niet, dan is simpelweg de WNT overtreden. En op die vraag, de kernvraag, hebben we nog steeds geen antwoord. Ik heb nog een aantal vragen. Want als we kijken naar hoe het allemaal zo is gekomen, dan komt bij mij de vraag op. Op basis van een uitspraak in de commissie KDD door de wethouder, waarin herhaaldelijk wordt gesproken over een uitzonderlijke situatie in verwijzing naar de hoge ontslagvergoeding. Wat maakt deze situatie zo uitzonderlijk? Hoe uitzonderlijk is de prestatie van deze gemeentesecretaris dan geweest? En zoals mevrouw Van Soest ook al vroeg, zou er niet een geschreven overeenkomst onder afspraken moeten liggen? Wat heeft het college gedaan toen er geen urenregistratiesysteem bleek te zijn voor de werkzaamheden van de voormalige gemeentesecretaris? En was dat de eerste keer dat de leidinggevende, degene die verantwoordelijk is over PNO, erachter kwam dat er geen systeem is? En inderdaad, waarom niet op een papiertje? Waarom heeft het college na het ontdekken van de financiële erfenis van 75.000 euro, waar de wethouder, zo blijkt uit het commissieverslag, zelf ook nogal wat van vindt, en dat is een quote, de raad niet actief geïnformeerd? Wat heeft het college gedaan om actief hierover de onderste steen boven te krijgen? En waarom nam de wethouder genoegen met één zinnetje aan vermelding in het jaarverslag? Met al die punten komen voor ons op een kernvraag. Waarom is de raad niet proactiever geïnformeerd? Waarom moet de raad zelf achter zoveel punten aangaan en levert elk nieuw antwoord een nieuwe vraag op? Hoe kan het dat veel informatie die we uiteindelijk hebben gekregen zich niet met elkaar laat rijmen? Er is al heel veel gezegd en bij tijd en wijle is dit een zeer verhit debat gebleken. Maar hieronder ligt volgens mij de vraag, nou ja, laat ik zeggen twee vragen. 1. Hoe heeft het zover kunnen komen? 2. Is dat wat besloten en gedaan is rechtmatig? En 3. Hoe zit het met de gebrekkige communicatielijn? Voor nu wil ik het hier heel graag bij laten, voorzitter. Dank u wel.